Het is met recht een sprookjeshuwelijk te noemen. Dennis Verbaas zegt ja tegen zijn prinses uit Maleisië. Een feest dat daar groot gevierd wordt. Ook in zijn oude woonplaats Lisse is het het gesprek van de dag. Het is feest vandaag hè? Ja, ja, ja. Dennis gaat trouwen. Oh, u weet het? Ja, natuurlijk. Nou, ja, nee, dat is uh, leuk. Ik heb wel zoiets gelezen ja. Die hebben... Dat is vandaag. Is het vandaag? Nou, het is geweldig. Kunnen we het vliegtuig nog pakken naar Maleisië? Misschien nodigt hij ons wel uit. En wat vindt u nou van? Hè? Iemand hier uit Lisse die toch nou, op stand gaat, uh, gaat leven. Hè? Ja, nou ja, het is een van harte gegund. Dus uh, het, zal een, uh, het zal een hele verandering zijn voor. De, maar hij woont er al een paar jaar. Dus uh, ik denk dat het wel goed gaat komen. Jaren geleden voetbalde Dennis op hoog niveau bij FC Lisse. En daar zijn ze hem dan ook niet vergeten. Net is dus afgelopen zaterdag speelde het eerste thuis. En toen heb je, uh, nou ja, heb je het ook wel een en ander gehoord natuurlijk. van... Uh, Komende week gaat het gebeuren. ja. En heeft u nou nog een woordje voor ze? Nou, nog iets zeggen? Ik, ik hoop dat dus ze heel erg gelukkig met elkaar zijn en, en blijven. Want dat is tegenwoordig natuurlijk al een item. Dat ze lang en gelukkig leven. Nou ja, ik wens ze heel veel geluk ja, in de toekomst. Ja, veel geluk. En dat ze af en toe weer even terugkomen. Je zou verwachten dat het nieuws bij iedereen bekend is, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Heeft u dat meegekregen? Nee, ik ben geen Nederlander, ik ben een Belg. Oh, okay. Ik weet er niks van. U heeft het hele verhaal niet meegekregen? Ik weet er niks van. Die komt ineens in een miljardairsgezin terecht. Kijk, die is met een neus in de boter. En heeft u nog een zus? <laughs> Want dan wil ik dat wel mee. Ja, ja. precies. Ja.